Hallo, ik zal het even voordoen wat de bedoeling is van de huiswerkopdracht. Nou, je hebt een grafiek gekregen van iemand, dus ik zal er even zelf eentje tekenen. Dan kan ik ook even meedoen. Wat ik dan ga doen, dan pak ik dus mijn geodriehoek. Kijken of ik dit mooi samen in beeld kan krijgen zo. Ja, dit ziet er wel netjes uit. En dan moet ik zorgen dat ik het goed kan opnemen. Nou, ik gebruik mijn pen wel even als bewegend ding. En dit gaat niet goed, want ik kan niet goed een klok ondertussen bekijken. Maar dat is dan maar zo. Eerst heb ik 3 seconden om naar 7 te gaan. Ik ga even oefenen. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nou, volgens mij was hij best netjes. Ik ga nu maar eens kijken wat ik ervan krijg als ik die ga analyseren. Zo, ik heb de meting gedaan. Ik heb op mijn telefoon even alle tijden langsgelopen. Kan ik dus niet laten zien, want ik film ook met mijn telefoon, dus dat is een beetje jammer. Maar nou ja, ik heb dus het ding afgespeeld en steeds met mijn vinger over het scherm getrokken om hem naar de juiste seconde te krijgen. En daar afgelezen wat erop stond. En zo kom ik dan aan deze tabel. Jullie hoeven maar 10 punten, dus dat is voor jullie iets minder werk. Maar het viel ook bij mij wel mee, dus dat komt goed. Nou, dan heb ik hier de grafiek die gevraagd was. Die had ik zelf net verzonnen. En vanuit daar, ik zal hem even mooi in beeld zetten, zo. Daar zal ik nu eens even de punten in gaan tekenen die ik werkelijk gemeten heb. Dus ik begin hier op 4 minuten 3. En toen zat ik op 0. En dan ga ik vanuit daar elke seconde één puntje erbij zetten. Dus hier 3,5. Daarna 6,5, dan 7,0, nog een keer 7,0, 6,0, hier, gaat dat natuurlijk best aardig, min 3,8, dat is in één keer een end omlaag, zet ik helemaal hier, dan min 3,2, even kijken, dit is eigenlijk te hoog, je moet hier staan. Min 3,2 zit hier. Dan zit ik hier weer op 0. Toevallig kwam ik daar precies uit. Heel netjes, want daar heb ik als het goed is niet stilgestaan. Min 0,2. Hoewel ik blijkbaar toch wel een beetje stilgestaan heb. Min 2,5. Dat is hier. Min 5,5. Even kijken, hier min 5,5. Zo. Min 7. Dat is wel weer prachtig. Min 3,5. Dat zit hier. En tenslotte een 0. Nou, hier moet ik natuurlijk een lijn doorheen tekenen die wel weer redelijk hoekig is, maar niet echt. Want ik kan ervan uitgaan dat ik hier ongeveer een rechte lijn heb gehad. Toen heb ik natuurlijk even stilgestaan. Nou, hier moet ik ongeveer een rechte lijn maken. Dus ik gok dat ik zoiets gegaan ben. Dat is helemaal niet slecht. Vanaf... Oh, wacht even. Nee. Ik ga hierheen. Hier langs, zo. En vanaf hier ben ik toen... Nou, ik vermoed dat ik hier gewoon even stilgestaan heb. Zo. En toen ging ik hier weer omhoog. Daar heb ik toen weer even stilgestaan. Weer een end omlaag. Zoiets. Met een beetje een boogje. Want ik kom hieruit. En toen weer terug omhoog. Heel netjes langs de lijn. Nou, je ziet dat hij best aardig het patroon volgt. Maar toch zeker niet helemaal. Ik ben hier lopen, ga ik iets te snel omhoog. Hier ga ik iets te vroeg omlaag. Ik sta hier even stil terwijl het helemaal niet moet. Maar dat komt wel weer mooi uit. Want daardoor is deze lijn best netjes. Hier sta ik even te lang stil. Hier haal ik dat weer in. Dus, nou ja, een beetje variaties, maar dat is ook wel leuk om te zien.
En dat is dus de bedoeling van de huiswerkopdracht. Dat valt best mee, zou ik zeggen. Is heel snel te doen. Succes ermee!